Welkom bij een nieuwe aflevering van Ons Boerenleven. En zoals jullie zien, zijn we Wiskerken en gaan we de uien tareren. We zijn nu in het tarerenlokaal bij Wiskerken. En hier hebben we onze uien. Die doen ze door een afstater. En na de afstater gaan ze naar de leesband. En op de leesband wordt dan gekeken wat erin zit aan kluiten, verkeerde uien, rot. De afstater is een machine die de staten, deze dus, de stalswaren afhaalt. Die heb je niet nodig. En als die, dan komen de buitenste vel een beetje los en dan komt de uien wat mooier uit. Dan heb je een beetje beter zicht van wat voor uien het zijn. Wat we dus doen hier is de rotte fusarium of een ui die opnieuw is gaan groeien eruit halen. Kistjes zijn gewogen. Je hebt een begingewicht, eindgewicht. Alles zal slecht eruit te zijn. Haal je van elkaar af. Weet je wat de tar is? Weet je wat ze kunnen uitbetalen? We mogen binnen filmen bij deze kerken. Mondkapje verplicht. Uiteraard met corona. Ze ontvangen alles, of bijna alles, ontvangen ze hier binnen, of via de stortbak, of vanuit de trailer. En alle kisten, of alle uien, gaan in de kisten. De kisten zijn allemaal gechipt, zodat ze precies weten welke ui waar naartoe gaat en waar blijft. En hier hebben ze een grote hal waar ze de uien kunnen drogen. Afhankelijk van de partijen, hoe goed de uien zijn. Als de partij iets minder goed is, dan doen ze iets langer drogen om een mooiere blanke huid op de uit te krijgen, en is de partij goed, dan gaat hij weer sneller door naar de verpakkingslijn. Om duurzaam, zo duurzaam mogelijk te kunnen drogen, hebben ze een samenwerkingsverband met de buren, Lemp Westermeijer. En die hebben heel veel restwarmte van hun fabriek. En die restwarmte die komt van die grote buizen hier binnen, zodat ze hier die warmte kunnen gebruiken om de uien te drogen. Dat is wel heel slim, want anders is al die warmte die daar weggaat, ja, die zijn ze kwijt en dan hebben ze hier weer warmte nodig. Dus een mooi duurzame manier van de uien te drogen. Ze zijn trouwens de grootste verwerker van Nederland. Ze hebben dagen bij dat ze meer dan 1000 ton op een dag doen. 5000 ton per week. Dat is veel. Volle bedrijvigheid. Hier gaan de uien in de tussenbunkers. En van hieruit gaan ze over 2 sorteerders. Eventueel 2 sorteerders, gaan ze op de sorteerlijn en gaan ze het zakje. Uien komen hier via de sorteerder binnen. Ze komen boven erin. De grofste gaan boven over de 7. En de fijnere zakken verder naar beneden. Dus bovenop heb je de golven. Onderop heb je de fijne. En van hieruit gaan ze dan de leeskamers. Daar worden de uien uitgelezen op onafleden, rot, eventueel stukjes grond, noem maar op. Ja, dit allemaal leesunits waar de mensen zitten te lezen om de uien zo goed mogelijk in het hekje te krijgen. Van die bakjes zorgen voor dat er 5 kilo of 3 kilo of 2 kilo in een zakje zit. En hier worden ze dus ingepakt en gaan ze in zakjes voor naar de Jumbo. Ze doen meer dan 1 zakje van bakken tegelijkertijd.
En na het regen komen de zakjes er hier voorbij. En hier heb je zakjes voor met uitjes, met de kerstuien, die naar de Jumbo gaan, zodat jullie ze kunnen kopen. En van hieruit gaan ze dan weer in kratten. En die kratten worden weer gedistribueerd naar distributiecentra. En dan gaan ze in verder op van die grote kratten en de vrachtwagens naar de distributiecentra. Maar het is niet alleen Jumbo natuurlijk, er gaat ook heel veel export hier weg. Het was eigenlijk de bedoeling om bij de Jumbo binnen te gaan filmen. Maar ik vind dat het nu met de corona en de druktes en dergelijke niet gepast om binnen bij een supermarkt te filmen of binnen te komen bij een supermarkt als het niet nodig is. Had leuk geweest, maar bewuste keuze om het niet te doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je het interessant vond. In ieder geval, nu heb je in ieder geval wel gezien waar het allemaal begon met het zaaien van de uien. En hoe ze uiteindelijk in de supermarkt komen te liggen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Hoi!